De familievoorstelling is terug. Het was dus heel lang geleden. Wat ga ik nou ook eens zeggen? Lang en gelukkig. Het verhaal van Assepoester, maar dan net even anders. Goed, wat wou ik ook weer vertellen? Mooi lichtjes hier allemaal. Met een boze stiefmoeder? Ik ben Irma zonder boezem. Ik heb alles te bieden wat een vrouw maar bieden kan. Ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga recht door zee. Zo. Twee gemene stiefzussen? Als ze bij ons thuis zou worden ingebroken, dan zou jij waarschijnlijk zelf nog de deur open doen, zodat het slot niet stuk gaat. Oh ja. Nou, dan liet ik jou ook meteen jatten. Hard gedienst. Met Roodkapje. Er was eens een meisje wat altijd een rood kapje droeg. En daarom heette ze Sneeuwwitje. Ja, dat is het verhaal wat ik vertellen wil. Toen prinsen zich nog met prinsessen verloofden. Je mag er wel dichterbij komen hoor. Ik doe juist niks. Dichterbij? Doe normaal. Van mijn moeder mag ik niet eens met je praten. En de heldin van het verhaal. Ja, ik heet eigenlijk Corrie, maar iedereen noemt me Assepoester. Lang en gelukkig. Te zien in schouwburgen door heel Nederland. Kijk op roodtheater.nl. Oh, en laten we Klein Duimpje niet vergeten.